Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Pokémon Emerald Kaizo. Moet wel je controller doen, Arm. Ik heb Kaizor. Kijk dan, moet je zien. Mag ik nog lekker de buttons in gaan stellen, wat mensen nu niet zien? Select, start, start, start. Dank u. Ik denk al doe mijn Xbox controller niet meer. Lekker. Het voelt nu heel raar om de overgang van een 3D-game naar een 2D-game te maken. Ja. Maar ja, van de meest easy remake naar een fucking Hecrom. Jullie kunnen het raden, ja. Mensen. BDSP is uit. Oh yeah. Maar eerlijk, die game is makkelijk. Ja, dat is hij zeker. Maar behalve, de enige difficulty spike die hij krijgt is de leak. Ik heb echt moeite gehad bij de leak. Ja. Maar dat komt meer omdat ze gewoon hot items gebruiken. En omdat ze enigszins semi-competitive zijn. En fuck my low-tech. Vooral fuck my low-tech. Ja, dat kan ik ook zeggen. En Garchomp trouwens ook. Dat kan ik ook zeggen, want ik deed Nuzlocke en ik ging daar dood. Je bent niet goed. Maar ik heb dus letterlijk alle trainers gedaan. En dan gaat het tot de Elite 4. Dus ik heb sowieso... mijn Infernape was level 72. Toen ik startte met de League. Oh, die van mij lagen allemaal rond de level 60. Maar ik heb heel Mount Coronet en Team Galactic geskipt. Hij brak de game in tweeën. Ik brak de game. Jordi, ik zag vandaag een Worst Rabbit speedrun record. 29 minuten en 52 seconden of zo. Ja. Die game is zo fucking broken. Dude, storage krijgen in die game is super makkelijk. Storage à la Wind Waker storage? Het is menu storage. Maar het is echt heel makkelijk. Iedereen kan het krijgen. Nando, wil je het voor de niet gegadigden gelieve uitleggen wat menu storage betekent? Nou ja, het zorgt ervoor dat de game in een soort van rare situatie terechtkomt. Het kan dan bijvoorbeeld cutscenes starten, maar het start het niet gelijk. En daardoor kan je heel wat dingen overslaan. Bijvoorbeeld als jij menu storage bij de tutorial van de catching tutorial gebruikt. Voordat je de catching tutorial zou moeten krijgen, dan zou dan zeg maar dat explanation point of zoiets, exclamation point moeten krijgen. Maar dan kan je gewoon bij door haar 202, heen. Bedoel jij? Waar ze dan zegt, ga naar je moeder toe om gedag te zeggen. Dat bedoel jij? Dan kan je gewoon daar doorheen rennen. Je komt helemaal niks tegen. Alle trainers doen helemaal niks. En je kan zo helemaal richting Orburg Cave gaan lopen. Want de rifle doet ook niks. Het is alsof het de hele game eigenlijk op een soort van pauze staat. En daardoor kan je ook bijvoorbeeld met speciale manieren kan je ook door muren heen. Maar ja, je hebt ook surfen door objecten en weet ik veel wat heen. Oh fuck, ik heb speedknop. Weten wij heel zeker dat de game niet is gemaakt door Game Freak? Nou ja, je zou bijna naast denken. De game is gemaakt door Game Freak, toch? Met ILCA als hulp. Andersom. Hij is door Ilka gemaakt. Oh, ik dacht dat oké. Okay. Maar ik ga een gewaagde uitspraak doen. Oh jee. Hardcore Soul Silver nog steeds als beste remake, hoor. Okay. Ja. Maar ik vind deze games echt beter dan Oras. Oh, ik echt niet. Dat vind ik dan weer niet. Inderdaad. Ja, ik echt wel. Maar dat komt misschien meer omdat ik alles, letterlijk alles, doe nu. Ik denk misschien Gen 4 is ook een beetje meer... Ja, vind jij wat leuker dan Gen 3? Dat zou ook kunnen zijn. Wie, ik? Ik heb al twee badges. Nee. Gen 3, Pokémon Emerald is nog steeds mijn favoriete game dan. Ja, oké, Hard Gold Silver is een betere game, maar mijn favoriete game is Emerald nog steeds. Oh. En Milan, wat wilde je zeggen? Sorry, ja. Ik heb al twee badges, zei ik. twee badges? Trots op je, Milan. Trots op je. Ik ben nu, een Shieldon soft reset aan het doen. Oh bro. ben je Shiny Only run aan het doen? Dat is de bedoeling, ja. Damn, maar ik denk dat ik na Shieldon, ik weet niet zeker of ik hem dan uitspeel zodat ik de Poké Radar krijg.
Maar het liefst wil ik eigenlijk gewoon met 6 shinies zeg maar de league doen. Maar dat is nog even de vraag of ik dat volhou, zeg maar. Harm, weet je welke, wat zijn eerste shiny was? Doe een poging. Waarschijnlijk de Starly in de forest. Oké, Milan, zoals de meeste mensen die ik heb gezien die de starters willen hebben, die halen eerder een Starly dan de starters. Nee, mijn eerste shiny was... Fuck off, serieus? Ja. Goud. Niet de starter... Nee, want dat moet je jezelf niet aan willen doen. Nou ja, ik bedoel... Maar het wordt nog veel erger, want dan weten Jordi en Nando weten dat. Ik heb in Eterna Forest heb je toch dubbel battle, dus dan heb je elke keer 2 Pokémon's. Ja. Ik heb 14.500 encounters voordat ik mijn shiny had. 14.500? 60 uur. Maar dat is de odds zijn 4096. Ja. Ja, dus zo erg haat de game mij. Dus gewoon bijna 4 keer odds. Ja. Ja. What? Heel pijnlijk. Nou, praat even over pijnlijk. Wie wil weten wat Winona's team is? Oh, dat is op de janker, denk ik. Swallow? Nee. Skarmory. Ah. Ja. Salamence? Nee. Altaria? Nee. Hè? Niet? Nee. Skarmory? Een Skarmory, een Crobat, een Flygon, wat oké. Kan ik inkomen. En alle 3 de Kantobirds. Fuck off! Niet! Ja. Wat een onzin. Ja. En dan zeg ik ook, het is pijnlijk, want dit was gewoon niet... Dat was ook gewoon niet leuk. Welk level is ze? Heb je hem wel verslagen dan? Ik heb hem net verslagen, maar ik laat nog 1 mond over op de helft. 55? Ik ben nu in de Dweller End Shoot en ik ben met een trainer bezig die 45 heeft. Dus kan je nagaan van dat kleine kutstukje, ben je gewoon 10 levels verder heen. Ja. Nou, en ik heb F. Jee, zin in. Misschien heb je wel coverage en dan wordt het wat minder moeilijk. Speaking of coverage. Ja, de 5e gym ging bij mij heel snel. Ja, je bent zowat bij... Iedereen is nu bijna weer wat bij elkaar. Terwijl het op een moment ook letterlijk was van... Ja, jij bent bij gym 3, gym 4 en gym 5. Op een gegeven moment hebben we... Ik weet niet wat de levels gemiddeld is bij iedereen. Ja, maar voor mij zijn ze volgens mij wel hoog. Mijn Swampert is 60 en de rest is allemaal rond de 55, maar... Bij mij is alles bijna 60. Ja, die van mij is volgens mij alles rond de 55. 60. Ja, ik heb een paar uitschieters. Van 57, maar dat valt er wel mee. Oh, vandaar dat de game zo snel aanvoelt. Frameskip aanstaan? Ja, hij staat op 200% in plaats van op 100%. Ah, lekker. Milan. Door dat is een of andere bingo die ik gedaan heb. Alleen op 100% lijkt hij al een beetje zo... laggy of zo. Zou kunnen. Heb je... gebruikt niet zelfs je CPU? Of het niet veel gebruik maakt van je CPU. Ja, dat kan bijna niet. Ik wou dat zeggen, zo zwaar is veel. Nee, en ik heb echt wel een hele goede PC, zeg maar. Ja, nou ja, prima. Geen idee. Oh, ik heb hier niks tegen. Heb elke trainer in het Weather Institute 6 Pokémon? Weet ik niet. Beste antwoord wat ik kan geven, ja. Hoogstwaarschijnlijk ja. Ik moet nog een 6e Pokémon bedenken. Jordi, wordt dit eerder opgeloot of wordt XC2 eerder opgeloot dan dit? XC2 wordt eerder opgeloot. Ik vind het echt knap dat we zover zijn. Dat wou ik heel even zeggen in deze recording. Ja, toegeven. Ik heb geen idee hoe ver het momenteel is, want ik ben even helemaal kwijt hoeveel parts daarvan zijn opgenomen. Maar ja, je zag zelf je hebt software. XC2? Ik denk een partje of... 40 bijna? Ja, misschien. Dus het zou wel lopen in de tussentijd. A lagger. Speaking of a lagger, weet je wat niet zo lekker is? Nog niet. Dat zoveel mensen klagen over BDSP. Wordt er veel geklaagd dan? Ja, dat vond ik ook wel meevallen eigenlijk. Wat dan? Ik heb echt niks meegekregen. Ik vind het echt fantastisch. De mensen die ik volg, die klagen allemaal... worst remake ooit.
Wat voor mensen volg jij? Dan volg jij volgens mij ook de verkeerde mensen, denk ik. Ja, ik wou het zeggen. Ik hoor alleen maar juist positief. Nou ja, ik kreeg het niet van Felicify te horen. En die volg ik ook niet meer, dus... Ik wou wel zeggen, want Felicify die vindt alles kut, dus ja. Nee, die, nou, die vindt BDSP geweldig. Ja. Oh ja, dan kan dat nooit een goede mening zijn. Nee, precies. Dus we draaien allemaal onze mening. Ja. Shit. Nee, ik kwam toevallig bijvoorbeeld... gisteren een video van hem tegen, dus vandaar wat ik vond, zei hij dat die games fantastisch vond. Nou ja, bijvoorbeeld een J-Rose. Ja, fantastisch vind ik overdreven, maar ik vermaak me er prima mee. Ja, maar ja, zolang J-Rose consequent Gen 1 of Gen 2 blijft spelen, dat zijn mening niet meer. Naar mij speelt het niet consequent, want hij is net zoals Jon Stone en die zit volledig die zegt op dat, de streaming. Die, ik zou, nou, dat, hij zegt dat hij de decembermaand losgaat. Ja, dat ken ik van... Met onder meer die 550 uur durende video die je gespeeld hebt, gedaan hebt, weet ik veel. Niet nou, ik geloof hem niet meer. Ik unsubscribe. Ik heb dat even gedaan en... Waarom zou je unsubscriben? Alsof je elk kanaal kijkt wat je ooit hebt gesubbed, echt elk. Dat geloof ik niet. Nee, ik ben op zoveel kanalen geabonneerd. Ik zou eens een keer door mijn abonnementen moeten gaan halen. Ik denk dat er heel veel tegenkomt die... Oh, was dat een YouTube-kanaal? Oh, dat doe ik ook zo nu en dan hoor. Gewoon eventjes wat verwijderen, zeg maar. Ja, vooral shit die je gewoon niet kijkt. Dat je denkt, waarom ben ik hier eigenlijk ooit op geabonneerd geweest? Fuck off met je recover spam! Nou, dat gaat basic in. Oh mijn god, recover. Oh my god. Credilly is AIDS. Ik vind het gewoon fijn dat ik het niet kan vergeten dat ik een bepaald kanaal volg. En dat ik het dan weer ineens zie van, oh, ze uploaden weer. Maar in het geval van Jon Stone, ik vind het echt een beetje een versus actie wat hij doet. Mm-hmm. Zeggen van, yo, in de zomer gaan we los. En dan gewoon twee jaar achter elkaar. Gewoon echt misschien een maand of zo. Dude, wist je dat Tyler Seidewall een half jaar geleden weer leven wilde brengen in versus? En dat maar een half jaar heeft volgehouden. Nog niet eens een half jaar, maar oké. Okay. Nee, maar wat heb je als George wil stoppen? Ja, hij wilde zelf doorgaan. Ik vind Tyler, ik vind Tyler fucking annoying namelijk. Ja, nee. Maar dat is een beetje het ding. Je hebt vaak, sommige mensen werken gewoon beter als er een tegenpol is die compleet anders George is. George was gewoon goed. Maar ik vond de tegenpol met Tyler wel prima. Maar ik was wel altijd team Jepsen. Dat wel. Sowieso. Maar ja, dat is sowieso een beetje het ding. Als je vier verschillende persoonlijkheden hebt en die stop je bij elkaar. Oké, prima. Maar als een beetje allemaal vier dezelfde zijn. En je staat ze op zich niet aan. Ja, dan kan je hoog springen, laag springen. Maar dan werkt het gewoon niet. ASMR tijd. Echt, fuck off met je toxic. Oh, lekker. Ik hou hiervan. Oh. Toxic en leftovers. En protect. Oh mijn god, zeg niet dat die protect gaat spammen nu. Wil ik ga poison ben. Als ik dingen moet benoemen die slecht zijn aan BDSP. Oh mijn god, wegen protect. Fuck off, hij is maar protect spammen. Op nummer 1 staat sowieso geen platinum upgrades. Nou ja, weinig platinum upgrades. Maar ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ja, ik kan er nog niet over oordelen, want ik ben nu pas net klaar met Cynthia. Ik vind de Underground, na dat je de Pogereder hebt gehad en weet ik het wat, vind ik de Underground het beste. Het beste. Het beste. Aangezien je gewoon alle starters gewoon kan vangen. Dus je kan... Ik dacht dus dat je alleen de normale starters kon vangen, niet eens de starters die je in het begin van de game moet kiezen. Dus ik heb een Turtwig al, ik heb drie Chikoritas al, ik heb al 10 Trico. Jullie is trots op je. Ja, en nu zal het terugbrengen naar mijn game en daarmee de game sweepen. Goed zo. Huts. Er was nog iets waarvan ik dacht, dat is wel zonder dat ze... Oh ja, de Battle Frontier, maar dat hoort een beetje bij de Platinum Upgrade. Ja, maar eerlijk, Nando, als je gewoon kijkt naar hoe de Grand Underground is, dit is gewoon hoe het moet. Dit is gewoon perfect. Ik vind het echt fantastisch, de Grand Underground. Ja, dat is ook echt fantastisch. Ook een hele grote pluspunt. Maar ja, ik kan er uren in vertoeven.
Oh, dat heb ik ook gedaan hoor. Gelijk de, want ik ben de eerste dag gelijk met vrienden gaan spelen. En uiteindelijk zat ik echt iets van 3-4 in de underground. Ja, ik zat te kijken ook weer op. Ik ging gamen. Ik startte hem op, het was 7:30 s'avonds. Ik kijk op mijn klok en het is 2:30 s'nachts. Ik denk, oh. Oeps. Oeps. Maar het is wel zo, het is zo'n succes. En dat blijkt wel uit dat mijn broertje gewoon een Switch met Diamond heeft gekocht. Die zag ik echt niet aankomen. Een originele of een OLED? OLED. Maar hij had nog geen Switch, dus... OLED. Ik vind hem wel echt nice, de OLED. Echt nice. Ik ook. Ik heb hem in mijn handjes gehad in Duitsland 2 weken geleden. Lekker naar het Nederlands gezet. Ze zullen maar blij zijn met de mediamarkt in Duitsland. Maar hij zat, ik dacht bij mezelf, zo tering, dit is echt een groot scherm. Is iemand aan het kijken? Nee? Oké. Okay. Ja, ik vond gewoon humor om het naar het Nederlands terug te zetten. Ik vind het gewoon grappig. Nou, prima. Oh, alsof het moeilijk is, je gaat naar een menu en je vult even wat andere dingen en je bent zover. Doe. Weet je wat ook raar is? Dat over 2 maanden Legends uitkomt. Ja, in het begin was ik daar heel erg blij mee, omdat ik er niet zoveel van de game op verwacht. Maar aangezien ik nog maar 2 badges heb, vind ik dat het te snel komt. Ik vind sowieso dat het te snel. Ik vind dat ze meer tijd moeten gaan gebruiken. Ja, maar ze zijn al jaren bezig met de game. Ja, ze zijn al jaren met de game bezig inderdaad. Ik denk dat ze nog wel een jaartje kunnen gebruiken. Ik ben dus van mening echt compleet gedraaid, hè. Ik was eerst, dacht ik... Maar nu ik BDSP heb gespeeld op de manier hoe ik hem nu speel, heb ik zin om Legends Arceus op de manier te spelen hoe ik hem nu speel. Gewoon alles doen. Alles. Ik had niet verwacht dat ik dat ooit bij een Pokémon game zou doen, maar dat komt gewoon omdat er... Het grootste pluspunt vind ik, is dat alles sneller is. Letterlijk alles in de game is sneller. Ja, maar dat was ook niet zo heel moeilijk. Dat was wel nodig. Het enige wat niet te doen is de fiets. Ja, oké. De fiets is echt verkracht. Zelfs op de langste versnelheid is hij niet te besturen. Hij is wel lastig, ja. Surf is fantastisch. Ik ben zo... Ook gewoon het grootste voordeel is die HM-ding. Ja, ik had niet verwacht dat ik dat nice zou vinden, maar nu gewoon... Naar een random boompje lopen en gewoon kut doen, dat voelt gewoon goed. En ik kwam er pas na 60 uur achter dat je je Pokémon's gewoon net als in Sword and Shield gewoon kan switchen, zeg maar, in je party. Ik wist het gelijk. Super chill vind. Maar wat? Milan, jij deed ook lekker iets die 60 uur. Gewoon zijn box, weet je wel, net zoals in Sword and Shield. Oh ja, dat is ook lekker. Ja, behalve in de gym, dan kan het niet, maar... Nee, maar weet je, ik was er gewoon zo van uitgegaan dat ze dat niet zouden doen, zeg maar. Dat ze dat gewoon aan zouden houden zoals het in de normale Diamond Pro ook was. Dat ik gewoon ervan uit was gegaan van, ja, dat gaan ze er echt niet doen. Maar toch wel. Ja, ik vind het wel lekker. Hey, een lucky egg. Niet op mijn team. Nou, mijn team is op zich best wel decent. Ik heb Infernape, ik heb Alakazam, ik heb een Altaria. Ik heb dat Dialga heb ik nu in mijn team gestopt, omdat ik gewoon wil kijken hoe erg dat level kan spiken. Wat heb ik nog meer? Alleen maar Lucky Axie. Ja. Ik wil het verhaal niet ontbreken van, maar ja, op die route, op dat stuk, kan je 6 Lucky Axe krijgen. Wacht, zijn jullie al voorbij de Weather Institute? Nee, dat was voor de Weather Institute. Voor de Weather Institute. Voor inderdaad. Ja, 6 Lucky Axe. Waarom? Gewoon om te grinden. Precies het probleem wat Ham net highlighten. Hé, ze zijn 55 hier, maar ze zijn er maar 45 hier. Ja, daarnaast had ik nog een Gastrodon. Die echt fucking nice is. Een Garchomp, die heb ik op het laatste bij gestopt. Omdat in de Grand Underground... Garchomp is mijn savior geweest voor de elite, voor Cynthia namelijk. Want ik had alleen nog Garchomp over met 30 HP of zo. Moet ik dat verhaal zo meteen van mij vertellen op de Elite 4, Jordi? Doe maar. Maar mijn Infernape is nu level 76. Goeie, hè? Ik denk dat ik hem heel makkelijk naar 100 ga krijgen voordat ik ga beginnen en de echte bovengodse postgame. Want ik ik heb dan de recording save file. Die gebruik ik nu als mijn main save file. Daarom wilde ik eigenlijk heel snel beginnen met BDSP qua opname.
Omdat ik dan de main profile, waar ook mijn internet en zo op zit van de Switch, dat ik daar gewoon wel alles op kan krijgen. Want jullie zeiden maart, maar volgens mij is 22 februari de deadline. Ja, start van mijn feed. Zo wat maart. Dus als ze maar voor die datum kunnen opnemen, vind ik het helemaal prima. En als dit nog niet af is, die tijd, dan doen we gewoon 1 à 2 parts even tussendoor. Ja, dat moet echt, want anders ga je dat echt kwijt. Het is zonde om die dingen kwijt te raken. Ja, weet ik. Anders lekker moet ik heel critical! Veel, anders moet ik heel veel Menafi eitjes gaan broeden, of farmen, ja. In de save files. Maar ja, ik heb een Nuzlocke gelijk vanaf de start gedaan. Je bent niet alleen goed. Ik deed een beetje lenient, want ik heb zeg maar elk stuk van de underground waar je een encounter kon krijgen, heb ik gezegd oké, ik mag 1 encounter daar vangen en dat gewoon onthouden. Aan het einde had ik echt 3 boxen of zo en toen had ik gezegd oké, dat laatste stukje underground, laat ik wel staan. Fucking smiecht. Smiecht? Smiecht. Wauw, oké. Maar uiteindelijk kwam ik met een team van Torterra, Togekiss, Lucario. Ik had een Gastrodon, maar die is dood gegaan. Kut Steelix. Maar Nando, heel even voordat ik je verder ga. Waarom doe je jezelf een Nuzlocke aan? Omdat ik de game toch al kende. Dus, ja, maar dat is hetzelfde waarom ik alleen maar Shinies wil. Omdat de game zo easy is en de game is exact hetzelfde. Bij Cynthia, jongens, ik spreek jullie wel als we met bezig zijn. Cynthia, ja, als we überhaupt een Elite 4 is maar echt een bitch hoor. In deze. Joh, ik heb met die Nuzlocke heb ik de Elite 4 en de Champion gedaan. En ik was 3 levels lager dan dat jij uiteindelijk was. Zelfs nog lager dan dat. Nou ja, ik had gewoon een Milotic waar ik niet doorheen kwam, omdat ik geen counterpart van Milotic had. Speaking of Milotic, ik had een Milotic. Wil je de echte reden? Kaizo doet nog niet genoeg pijn aan Nando. Hij wil meer pijn lijden. Okay. Nee, maar jongens, we gaan wel een probleem hebben, denk ik. Met starters. Nee. Ik ben namelijk gedraaid voor welke starter ik wil op het begin. Ja, en ik heb het ook met Nando. Ik wil ook een Chimchar. Ja, dat is echt kut, want dat is de enige waar ik het voor doe, voor Chimchar. Jij wil dat toch, Turtwig? Ja, maar ik ben gedraaid. Ik wil Turtwig. Jij wil Turtwig niet dan. Nee. Is dat zo? Maar ik heb Turtwig al gekozen. Ik dacht dat ik daar... Oh. Ach, we lossen het toch later op, dus boeien. En je kan trouwens de starters gewoon vangen, dus... Ja, uiteindelijk. Ja, in de postgame pas. Ja, maar ik wil hier van... Ik wil Chimchar vanaf het begin. Maar maakt het niet uit. Nee, precies. Nando en ik geef geen fuck erom, dus jullie mogen het zelf uitvolgen wat jullie pakken. Wij nou, dan heeft Jordi in Pimplup en bleef Nando Turtwig. Dan hebben we het probleem opgelost. Oh, goed. Ja, goud. Ik zit echt zo in van het zal me voorstellen. Ja, uiteindelijk moeten we toch met elkaar gaan ruilen, dus... Nee, je kan ze ook gewoon vangen. Ja, of je gaat resetten voor een vrouwtje en dan broeden. Kijk, er zijn maar twee Pokémon's die ik echt wil hebben, omdat ik daar de game makkelijk mee doorkom. Dat is een LKSM en een Infernape. That's all. De rest kan mij ook gestolen worden, maar LKSM is echt overpowered. Jezus Christus, wat is dat bizar zeg. Ik ga met Ambipom, want die was best wel sterk in Flint's gym, of Faulkner's gym. Hm. Maar ik ging underleveled, ging ik Faulkner doen. Dat was ook niet zo'n strak plan. Dan, hoe kun je underleveled zijn in deze game? Omdat ik vanaf gym 3, en naar de gym 3 en 4 had gedaan, toen ben ik gym 8 gaan doen. Je hebt de glitch gedaan. Ja. Is dat nou die egg glitch? Ja. Ja. Maar hoe de fuck heb je dat uitgekiemd? Want hoe weet jij precies op welke stap... Je gaat gewoon daar naartoe, je saved. En je kijkt gewoon op Bulbapedia hoeveel stappen is het ongeveer. Oké. Dan net voordat je bij die drempelwaarde zit, save je. Ga je fietsen. Broed je hem uit. Zie je, oké, zoveel stappen heb ik nodig. Oké, en dan ga je het gewoon proberen. En dan heb je iets van, als je bij die guy staat en dan zou je het ongeveer met 10 stappen kunnen redden en dan met de fiets. En het is me 2 keer gelukt. En... Wat is daar de fun? Dat... Kijk, ik snap glitches. Maar ik heb dan de eerste run van Worcester gekeken. Ik kon het niet aangeven. Ik heb het na 10 minuten uitgezet. Omdat het fucking annoying is. Ja, maar dat is any procent. Dan moet je met glitch fest. Maar je kan ook glitchless
checken. En dat is gewoon een run van 4 uur of zo. Of 3,5 uur onderhand. Dus het is maar hoe je het wil zien of hoe je het wil doen. Nou ja, ik ben gewoon eigenlijk ook niet goed hoe ik elke trainer doe. Maar ja, ik had wel gelijk toen ik met Cynthia klaar was, hoefde ik geen enkel Pokémon Battle mee te doen, want ik had elke Pokémon gezien. Dat is het grootste voordeel aan elke trainer doen. Zodra je met Cynthia klaar bent, heb je elke Pokémon gezien. Die je moet zien voor de Nationale Pokédex. En je krijgt een Pokeradar. Die heb ik nodig. Hoe die nou werkt, geen idee. Echt, ik snap er nog steeds niks van. Hij is niet zo heel lastig hoor. Je moet gewoon dat ding aanzetten. En als er meer dan 4 patches zijn, dan moet je de verste liggende patch pakken. En zo elke keer door. Ja, de verst liggende patch, oké. Ja. En moet je dan vangen of kan je ze gewoon verslaan? Volgens mij moet je ze vangen, maar dat snap ik niet helemaal. Vangen geeft meer kans dat je chain gewoon doorgaat. Want je hebt een bepaald aantal procent aan waarde van dat de chain kan falen. Dus dat je geen volgende encounter krijgt. Dat is gewoon een percentage. Ja. Dus, en dat is iets van... ik wil zeggen 7 of 5 procent. Maar vergis je niet, hè. Want dat stackt op elkaar. Dus uiteindelijk wil jij een chain hebben van 100. Dat is 0,95% of zoiets dergelijks. En dat is waarom ik tegen Milan zei, misschien wordt het de Ditto niet. Maar wat voor Ditto wil je dan? Ik heb een Duitse save-file. En ik wil Ditto gaan hunten. Dan kan ik hem klonen. En dan kunnen we allemaal Masuda Method breeden. Of nou ja, Milan in ieder geval voor zijn streams. Mm-hmm. Leg maar even de Masuda... Ik ben heel die method kwijt. Zeg maar de Masuda Method... is zeg maar, je gaat met een buitenlandse Pokémon. Ja. Die niet uit dezelfde taal van jouw cartridge komt. Ga je broeden. En dan heb je meer odds dat je eitje shiny is. Maar hoeveel is je odds dan? Nee, in plaats van 1 op 1300 is het 1 op 500. Wacht, 1 op 1300 is toch normaal 1 op 4096? Ja, maar even ervan uitgaan dat je de Shiny Charm hebt, zeg. Oké, Shiny Charm is dus 1 op 1300 en dan wordt het nog minder. Naar hoeveel gaat het dan? 1 op 500. 1 op 500? Ja, maar dat zal sinds Black and White 2... Nee, dat is niet waar. Sinds X en Y. X en Y, ja. Holy fuck. Daarom heeft Milan zoveel shinies na X en Y gevangen. Oh. Ja, maar toen ging ik ook pas shiny hunten. Ik heb toen ook 1 op 500, dat is bizar. Ik ben toen ook pas echt shiny gaan hunten hoor, Milan, dus no worries. Ja, ik wilde no altijd. Toen ik begon, dacht ik, ik ga mijn starter shiny hunten. Ik was een uur bezig, denk ik bij mezelf, dit ga ik niet lang volhouden. Nee, dat snap ik. Want die cutscene duurt lang. Als het net als bij Heart Gold Soul Silver was, dat je zeg maar in de briefcase zeg maar al kon zien of die shiny was, dan had ik het wel gedaan, ja, omdat je dan zeg maar 3 kansen had. Linkus heeft het gedaan. Ja, weet ik. Die is nu nog, die doet een all shiny playthrough. Ja, en die had iets van 1700 encounters. Ja, zoiets. Dat is echt weinig. Daar heeft hij echt geluk gehad. Nou. Ja, voor 1 op 4000, 1700 is gewoon decent. Ik check Mexicaas Chick stream en die is nog steeds bezig met Shiny Chimchar vinden. Dat bedoel ik. Maar de enige starter die mooi is qua, hoe heet het, qua Shiny is eigenlijk Turtwig. Nou, ik vind Chimchar ook wel vet hoor. Maar Turtwig is wel mijn favoriete van de 3 qua Shinies. Maar ik vind Chimchar ook wel vet. Alleen is Infernape meh. Ik hoor geen liefde voor Piplup. Dus nee, Piplup verdient geen liefde. Echt, op geen enkele manier. Fuck Piplup. Worst starter. Ja, worst. Nou ja, Oshawott is nog minder, maar verder komt hij dichtbij. Chikorita is the worst of all. Wat? Wow. Top Lady Burn tegen Jordi. Ja, de... Het is gewoon een kut Pokémon. Milan is er weggegaan daarvoor. So. Ja, echt, ja. Deze chick heeft een sukkel waar ik gewoon niet doorheen kom. Eerlijk, toen ik Diamond and Pearl speelde en Platinum, mijn starter was altijd Piplup. Altijd Turtwig. Waarom zou je ooit Piplup kiezen? Altijd Turtwig gedaan, maar ik denk nu bij mezelf, nou,
Maar ik ging altijd voor water types. Bizar. Piplup is nog wel leuk, maar Primplup en Polion is zo goor, zo lelijk. Nou, het is niet eens dat ze goor en lelijk zijn. Het grootste probleem met Empoleon is dat het een type staal erbij krijgt. Kortom, als je een grondmove doet, als je de grondmove tegen doet, zoals ik deed met mijn Gastrodon, de één keer Earth Power en die balk wist niet hoe snel die naar beneden moest gaan. Ja, maar dat was ook een beetje het hele idee van die starters, hè? Dat zij zowel heen als terug gewoon werkten. Mm-hmm. Ja, dus dat de secondary type ook op elkaar aansloot, zeg maar. Dat was ook het hele idee erachter destijds. Wat is super effective tegen Shuckle? Water. Water, ja. Water. Fighting. Hey, Weather Institute. Bug resist ground, dus dat weet ik niet. Vuur werkt ook niet. Fuck af met je focus, Bert, maat. Ik word hier echt gewoon... Echt, ze houden van toxic hier. Genaaid. Echt, ze houden echt van toxic hier. Dagelijks. Het is Pokémon, hè? Het is echt, die Shuckle doet alleen maar protect, toxic of double team. Dagelijkse reminder dat het idee van deze race niet van mij, Milan of Jordi kwam. Nee. Sorry Jaren, maar ik moet het toch weer even naar boven douwen. Ja, je doet maar. Ja, je vindt het toch niet erg. Nee, dat bericht niet. Nou, maar dat vind ik juist het mooie. Ik ga wel altijd van dat part even mijn Pokémon's level 60 halen, want dit gaat echt nergens over, maar... Heb je moeite met die laatste chick? Ik heb moeite met een Shuckle, Nando. Van de Weather Institute hoofdvrouw, inderdaad. Ja, die bedoel ik. Want die ga ik nu proberen. Een prettige wedstrijd. Ik wens je echt heel veel succes met Shuckle. Want het is gewoon niet doorheen te komen. En ik denk, als ik neerga, dat we dan de aflevering gaan beëindigen. Afhankelijk, als je ook 10 minuten gaat vastzitten bij Shuckle, dan grijp ik in misschien. Ik heb Steelix, though. Oh, fuck. Ze begint met Milotic. Ja. Ja, gaat Steelix. Ik bedoel Scizor, sorry. Ik ga wel Venusaur en dan wordt hij gewoon shot door. Hoeveel is het? Oh ja, jij hebt rest. Dus hij heeft geen eens een damaging move. Het is gewoon puur irritatie. En zijn defense is natuurlijk waar je eng van wordt. Dus hij doet weer rest en dat is weer full health. En ik ben gepetly poisoned, dus prettige wedstrijd. Gepetly poisoned. Jordi gaat Shuckle driften. Spoiler alert. Nou ja, je kan natuurlijk Pokémon's in de underground kan je ze na de leak van level 60 krijgen. Nou, dan kom je mons tegen. Ik ben nu elke keer, ik ben nu pas met het eerste pad klaar. Want ik ging elke keer naar boven, naar beneden, boven, naar beneden als ik nieuwe Pokémon's wilde. Ik ga daar echt uit van de shock op. Ik heb alleen nog zelf mensen over. Hoe heet het? Ja. Nee. Ik kwam een Shuckle tegen. Nou, daar ben je eng van. Daar word ik ook wel bang van. Ja, ik denk de hele tijd dat hij vriest. De defense van Shuckle was 333. Op level 60. Hij had een buff defense. En een... hoe heet dat? Een wat is het tegenovergestelde? Molgarm. Special defense? Nee, ik bedoel... Nerf? Nerf op attack. Goeie. Dat is wel goed bedacht. Okay. Geen fake out. Ja, ik ga deze battle niet redden. Ik wil dat Milan zich uitgesloten voelt. Milan, waar ben jij nu? Ik ga elke keer dood bij zo'n vrouwke voor de brug die een polytoet heeft die me echt helemaal inmaakt. Zeg maar. Een polytoet? Oké. Okay. Ja. Vrouwtje bij de brug? En elke keer dan denk ik, ik heb nog 3 Pokémon over en dan doet hij een paar keer return en dan ben ik allemaal Pokémon one-hit KO kwijt. Volgens mij heb ik die de vorige keer gedaan voordat ik Scizor ving. En ik ben dood. Ik ben nu bij de Politoet is dood. Nice. Wij zouden hier zo'n Pokémon. Meewire het out. Waar ben ik? Manvel zeker. Ja, yep. Waarschijnlijk. Godverdomme. Even fietske. Ja. Nou, nog even door wanneer je klaar met die fight. Ja, tuurlijk. Hij gaat ook daar bij de Shuckle. Ik ben nu bij de Hypno.
Ja, dan is het nog goed te doen, maar na de Shuckle hebben ze nog iets van 18.000 Pokémon's over. Maar... Good Ursaring. Oké. Waarom kan nou weer alles Earthquake? Dan gaat de Hypno. Hypno. Wat werkt beter? Flying type moves of Steel type moves tegen Shuckle? Steel. Oké. Ja. Yeah. Nou, even kijken. Oh ja, het is wel een special of physical wall. Nee, het is wel physical wall special, dat is het probleem ook. Oh, kijk, de dubbel team. Oeh, dat is niet zo leuk. Heb ik nog hits? Nu komt de rest. Hoor. Oké. Nou, nog één keer Steel Wing raken en dan is hij dood. Wacht, de Shuckle? Ja. Fucking hell. En hij is dood. Oh mijn god. Kijk, dit is gewoon de payback voor die Gym 5. Hoppa. Hoezo payback? Nou, omdat ik het nu in één keer heb. Ja, toch Gym 5 in één keer? Of was dat... Nee, dat was Milan, sorry. Milan, dit is de payback voor jou. Gewoon, nu krijg ik een keertje voor het eerst. En dan krijg jij zo meteen ook. Ik heb best wel alleen maar niet veel geluk, eigenlijk. Nou, zeg ik ook, ik heb gewoon schijt aan wat jullie zeggen. Ik ga gewoon straks naar level 60. Boei. Ja, maar, nee. Maar was jij klaar of heeft Ipsen wat mons, Nando? Ja, ze heeft nog een super potion achter op de rug vastgebonden met duct tape. Een super potion, dat is onmogelijk. Ik zit alleen maar te lullen, want ik wilde nog even healen voor de Jordi de aflevering afsluit. Oh mijn god, nou, was Shuckle nou de laatste trouwens, of niet? Ja, Shuckle was voor mij de laatste. Okay. Het is goed met je. Milan, ben jij klaar? Ik sta al stil. Ja, ik zit in een niet zo hele belangrijke battle, dus je kan Houden. Ja, same. Dus boeien. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens. Doei.